Maar ik zit wel lekker aan een lekker biertje. Ja. En dit keer zit Marjan aan een lekker wijntje. Ja, zo? Ja. Dus dat is toch bijzonder of niet dan? Hallo lieve vrienden, hele fijne liefdevolle zondagmiddag gewenst. En uiteraard wens ik jullie ook een hartelijk welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Wat we gaan doen, ik ga straks eerst de meisjes uitlaten weer. En of ik nu lopend of met de booster ga, dat weet ik nog niet. Maar dan ga ik naar Marjanne toe. En dan hoop ik daar een leuke gezellige middag met haar te hebben, want ze kan amper lopen. Ze heeft het aan de heup of zo, ik weet het even niet. Maar in ieder geval ook probeer ik natuurlijk bij haar eindelijk eens een keer een interview te houden. Maar of dat lukken gaat met haar pijn, dat weet ik niet. We zullen het beleven en voor de rest gewoon een gezellige middag daar. En hier laat ik lekker de boel, de meisjes blijven thuis. Want zij heeft twee katten en die katten zijn geen hondjes gewend, nee. Dus ja, dat wil ik die katjes ook niet aandoen. Hé? Nee, doen we niet. Dus ik ga straks lekker eerst met ze uit. Ik doe ook de GoPro gewoon weer om. Ook al is het een kort loopje, gewoon langs de gracht. Want op de gracht, daar gebeurt het, hè. Ja, daar kom ik die man dan tegen. Het is wel niet iedere dag. Het is, de ene keer is het vaker dan de andere keer. Ik heb hem de hele winter ook niet gezien. Dus ja, het is maar net hoe laat hij er rijdt en hoe laat ik er loop. Maar waarom mij? Weet je, het lopen er zoveel met honden en ook daar. Zo bizar. Maar ja, ik kan die hele man niet. En waarom die de pik op mij heeft? Ik weet het niet. Ik heb hem nooit een vlieg kwaad gedaan. Ik heb hem nooit wat aangedaan. Ik weet het niet. Ik ken die man niet. Maar ja. Ik weet het niet hoor. Echt niet. En dan zei Karin, mijn dochter, die zei dan wel met hem praten. Maar heb ik geprobeerd, maar dat valt niet met hem te praten. Want hij overbluft mij. Dus ja. Wat die man bezielt, ik weet het niet. Misschien zit er een draadje los ook en ook wat weet ik ervan. Misschien heeft hij wel ergens last van, weet ik veel. Dat de corona hem dwars zit, dat hij niet fijn vindt om opgesloten te zitten in zijn huis. Wat van Rutte dan moest. Nou, hallo. Moet niemand op Rutte gaan stemmen? Ik snap dat niet, hè? Waarom? Want nou wordt hij weer goedgekeurd. Laten we eerst maar eens gaan stemmen, terwijl hij daar in Den Haag goedgekeurd wordt. En dan goed stemmen en niet op hem. Nee, wegstemmen die vent. Met kornuiten erbij. Want ook hij van die jongen, Hugo, is ook niet goed. En die man die vorig jaar getrouwd is met die Duitse achternaam. Ik kan het niet uitspreken, met die kale hoofd. Nou, die is ook niet goed. Nee, dat hele zootje wat in dat kabinet zit van Rutte is niet goed. Dat loopt allemaal met hem mee. Nou, is niet goed hoor. Echt niet. Je moet voor de burger er zijn en niet voor jezelf. Hey, ze zitten daar voor hunzelf en niet voor hun, voor ons. Maar oké, ik ga er een gezellige dag van maken. Dus kom op, geen geouwe hoer. Ik heb nog twee snoepjes in mijn bussen. Eentje is stuk. Nou. Rijka, waar ben je? Kom eens kijken. Snoepie. Zitten. Pootje. Kan niet bij. Ja, pootje. Nou, dan is dit voor Rijka. Oh, en dit is... Je moet niet zo klein zijn. Jij kwelt ervan. Elwin, die kwelt ervan. Wat? Is niet goed, hè? Maar ja, oké.
De eerste hond die om een snoepje kwijt. Hun eigen snoepjes, hè? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen ook, geniet. Het is hier bewolkt, blauwe lucht en zon. En af en toe geen zon. En het is, de lucht is ook wat skier, die bewolking is skier. Dat moet je ogen dicht knijpen, dus zonnebril op. Ja! Maar dat doen we toch altijd al. Ja hoor, slecht weer of geen slecht weer, mijn zonnebril gaat op. Maar oké, lieve vrienden, jullie gaan dus mee. Dus het komt helemaal goed. En ik zou zeggen, hou vol, goede moed. Tot later. Ja, lieve vrienden, ik zit al geruime tijd bij Marianne. Jazeker. En ook Marion is geweest, althans die zat er al dat ik kwam. Ook is haar lieftallige zoon geweest. Maar die heeft allemaal niks met dat hocus pocus gedoe. Nee, heeft hij niks mee nodig. Maar ik zit wel lekker aan een lekker biertje. Ja. En dit keer zit Marjan aan een lekker wijntje. Ja, precies. Proost, ja. Zeggen we dan. Proost, ik kan altijd, hè. Het is zondagmiddag, dus geniet. Daarom, moet kunnen toch? Ja, precies. Ja. Okay. Enkel, we gaan nog niet naar boven, want ze is boven nog niet klaar. Dan wil ze het klaar hebben voordat ze dat toelaat. Nou ja, dan wachten we daar gewoon op. En ze brult vanzelf wel en dan gaan we... Marianne lekker interviewen over haar mooie hobby, maar ik laat jullie wel even al wat zien. Wat zij zelf maakt. En het is bijzonder mooi. Ja. Kijk, die vogeltjes. Hoe mooi. En dan hebben we daar nog een hele mooie schilderij. Zie je dat? Nee. Oh, sorry. Zo? Ja. Dus dat is toch bijzonder, of niet dan? Dat maakt Marianne allemaal zelf en zo hangt er en staat er nog veel meer, maar ja, dat doet er niet toe. Dat zien jullie de volgende keer, dit is een voorproefje. Toch? Ja, of, precies. Ja, precies, zegt ze. Nou, dus ja, lieve vrienden, ik ben lopend hier gekomen, maar later die staat in de gang, dus we gaan ook lopend er weer vandoor. Maar ik zit hier eerst nog wel gezellig. We gaan er nog lang niet vandoor. Nee, ik zou zeggen tot later. Doei. Zo, lieve vrienden. Ik ben weer thuis, maar ik heb ook alweer de hondjes uitgelaten. Oftewel de meisjes. Ja, tot daar ben ik ook nou net weer thuis van. Die zijn aan het eten en ik zal Kandel zo te eten geven. En het is 18:41, oftewel, ja, het loopt tegen 6:15. Dus ja, al met al een geslaagde middag gehad met Marianne Boom samen. Het was gezellig. Het was een dag met een lach en een traan. En ook dat moet kunnen. Ik zit even een haar van haar poesebeestje weg te halen. Een haar poesebeestje. Ja, ik weet niet hoe. Iets. Een haar poesebeestje. Maar in ieder geval was het gezellig, was leuk. Ja, Mario was er ook, dus ja, helemaal leuk, gezellig. Ja, want ik ga nou lekker een bakje koffie nemen en bijkomen, want ja, ik ben best wel moe ook voor het lopen, want ik heb eerst met de hondjes gelopen, toen ben ik de hondjes thuis gebracht, toen heb ik gelijk weer lopend naar Marianne gegaan en weer lopen terug, de hondjes weer opgepakt en ingetuigd en weer lopen en nou ja, alles achter haar. Ja, dus ik weet nog wel, dus ik kom nog niet wat ik eten zal. Ik denk dat ik lekker een broodje ga eten. Ik heb ook lekkere broodjes van Karin gehad. Dus ja, die even in de mag niet gewoon lekker warm maken, wat ertussen doen en ja, misschien wel weer. En ik moet de camera nog leeghalen. Ook dat zal ik zo meteen gaan doen. Dus al met al, ik wens jullie een hele fijne, liefdevolle avond toe. Geniet er met z'n allen van. De zon die schijnt, dus wees lekker blij ermee. En voor later op de avond uiteraard welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, tot morgen aan de andere kant van de nacht. Doei!